Maatschappijleer 1, hoofdstuk 6, paragraaf 2. De zin en onzin van straf na geweld. Straffen heeft geen zin. Je kunt de vraag stellen, moet iedereen gestraft worden? Nee, zeggen de strafrechtafschaffers. Zij vinden niet dat je iedereen moet straffen. Zij zeggen, pak de oorzaken aan, zoals bijvoorbeeld een slechte opvoeding, sociale ongelijkheid, en kijk naar het overheidsbeleid op bepaalde gebieden. Hiermee kun je straffen voorkomen. Hard straffen heeft dus geen zin. Dus kijk dus vooral naar preventie, het is voorkomen van criminaliteit of geweld. En komen en voorkomen van geweld, hoe doe je dat eigenlijk? Dat doe je bijvoorbeeld door betere uitkeringen te geven. Het zorgen dat mensen genoeg geld hebben, zodat ze niet criminaliteit in hoeven. Kleine scholen waar veel aandacht is voor leerlingen. Opvoedcursussen aanbieden aan ouders. Zorgen voor de goede verzorgingsstaat, zodat iedereen toegang heeft tot de dingen die echt nodig zijn. Je kunt ook gewoon minder dingen strafbaar stellen. Dan krijg je ook minder criminaliteit. En je moet de slachtoffer en de dader helpen. Leerstraffen en werkstraffen. Als je bijvoorbeeld wordt opgepakt tijdens een alcoholcontrole en uit de blaastest blijkt dat je te veel hebt gedronken, dan kun je iemand een geldboete geven. Je kunt ook zeggen, nee, dat heeft eigenlijk weinig zin, daar leert iemand niet zoveel van, zeker niet als hij het makkelijk kan betalen. Je kunt beter kiezen voor een andere straf. Die andere straf kan er bijvoorbeeld zijn om zo'n persoon op een cursus te sturen die hij zelf moet betalen en waarin hij leert omgaan met alcohol en waarin hij de gevolgen van alcohol in het verkeer duidelijk leert zien. Dit is wat strafrechthervormers willen. Zij willen dat je dingen leert van straffen. Heropvoeding als doel. Bedoelen ze dus eigenlijk. Daarbij moet je denken aan dingen zoals werkstraf en leerstraf. Dit noemen wij alternatieve straffen. En alternatieve straffen zijn sterk gericht op het heropvoeden. Het is de bedoeling dat jij iets terugdoet voor de maatschappij of dat je de gevolgen van jouw daad inziet. Maar wat te doen? Waar een normen springen zijn dus een heel belangrijk punt bij strafrechthervormers. Maar ook je belang speelt natuurlijk een rol. Als jij voor een verdachte bent, zul je vragen om een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf. Maar aan de andere kant zal de officier van justitie juist wel een gevangenisstraf eisen, omdat je vindt dat je iets gedaan hebt wat niet mag. Je belang en je waarden en normen zijn belangrijke punten bij strafrechthervormers. Er is natuurlijk ook een roep om zwaardere straffen. Lang en zwaar straffen, dat is wat je met criminelen moet doen. Dat vinden de strafrechtverharders, de derde groep. Strafrechtverharders vinden taakstraffen en werkstraffen veel te soft. Daar leer je niks van. Je moet achteraf dus straffen. En je moet ook hard straffen. Dat noem je een repressieve aanpak als je achteraf dingen gaat bestraffen. 85% van de Nederlanders vindt dat er best harder gestraft mag worden. Dat vinden ze omdat preventieve maatregelen, daarvan zie je het effect niet gelijk. Het duurt wel heel lang voordat je de gevolgen van beter onderwijs of betere uitkeringen ziet. En daar wil niet altijd iedereen op wachten. Daarom groeit de roep om zwaardere straffen.